Wat is uw verwachting naar de toekomst van het betalingsverkeer? Er gaat heel veel gebeuren, maar we gaan verder dan de infrastructuren uit het verleden. Ik denk dat er heel veel mobiele dingen aankomen, 24 uur beschikbaarheid en als risico dat we cybercrime krijgen, daar moeten we ons op voorbereiden. En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden dan? Nou, er gebeurt al heel veel. Samenwerking, privaat-publieke samenwerking is heel belangrijk. Niet alleen is het aan de ondernemingen die zelf actief zijn in het betalingsverkeer om natuurlijk de beste security die ze kunnen vinden te hebben, maar ook samenwerking met andere inlichtingen over methodieken en met politie en justitie voor opsporing en vervolging. Verwacht u dat het op een Europees niveau gebeurt? Dat moet op een Europees niveau gebeuren. Vandaag heb ik ook een afspraak bij Europol, waar de Europese Bankenfederatie een Memorandum of Understanding mee heeft ondertekend. Juist over cybercrime en betalingsverkeer. Hoe verwacht u dat mobiel betalen in Nederland eruit gaat zien? Nou, we hebben in Zweden het Swish-systeem. En dat is gewoon twee burgers die twee telefoons op elkaar leggen. En betaald is er. Ik ben enorm optimistisch over de innovatie en de interessante methoden die nu ontwikkeld worden. Dus dit soort methodes gaan we allemaal zien. Nu zijn we op het congres voor de toekomst voor betalingsverkeer. Wat is het nut nou van zo'n congres? Nut van het congres is dat alle specialisten samen met detailhandel, samen met experts bij elkaar zijn en discussiëren. Want betalingsverkeer is innovatie, maar het is ook standaardisatie en afspraken met regelgevers. He, als je wil innoveren, maar de regelgeving is niet goed, dan werkt het nog steeds niet. Dus u verwacht dat het echt iets oplevert? Ja, het levert elk jaar iets op. Het is elk jaar weer en het is elk jaar weer inspirerend.